Yo boys, yo boys and girls, yo boys and girls, yo boys and girls, yo boys and girls, yo boys and girls. Mijn naam is Altadillen. Yo boys and girls, welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Altadillen. En vandaag like in deze video, ik weet niet of jullie dat al eens opgevolgd, maar de rap op van Playset me kent geraakt. En ik heb hier eigenlijk op mijn telefoon, heb ik sinds gisteravond. Gisteravond heb ik dat nog even opgezocht. Uh, heb ik screenshots genomen van mijn wrap-up. Dat was om gisteravond om 23:37, 23:38, dat ik de screenshots heb genomen. Dus we gaan het eens bekijken. Ik ga die altijd hier zetten, dat ik de screenshots hier naast me heb. Dus ja, aantal uren dat ik hem gespeeld van uh, januari of februari vorig jaar tot januari dit jaar. Was 1146 uren. Dat ik eigenlijk in, uh, in de PlayStation heb gestoken. Waarom heb ik dat erin gestoken? Opnames, 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 streams enzovoort enzovoort. Je urenoverzicht. Wat heb ik, wat heb ik gedaan dan uren? Ik heb 692 uur lokaal gespeeld, dus offline eigenlijk. Dus squad battles, offline games. En 454 uur online gespeeld. Dus dat zijn eigenlijk van alle games dat ik een beetje gespeeld heb, dat ik eigenlijk online en offline heb gespeeld. Dus niet alleen die andere games, ook uh, niet alleen de games dat erbij komen, maar ook andere games heb ik offline gespeeld. Dan heb ik gespeeld in 2021. Heb ik 39 games gespeeld. Welke games heb ik vooral gespeeld? Veel FIFA, veel GTA. Veel Call of Duty Black Ops 4. Veel. Uh, Call of Duty Black Ops 4. gaat er ook in terugkomen. Veel niet verspeed payback. Dan een top games van. Ja, 2021. En uh, 5 uur voor Call of Duty Black Ops 4. Dat staat op de vijfde plek. Op de vierde plek niet Speed payback. Met 6 uur. Dan. Op de derde plek is een game die ik heel veel upload deze tijden. FIFA 22, dat zat wel PS5, maar dat is eigenlijk PS4-versie. 271 uur. Voor uh, FIFA 22. FIFA 21 Standard Edition, PS4 en PS5. Dat was 278 uur. Dat is ook veel met 12-uur streams, veel content geüpload in die tijd. En dan, de meest gespeelde game van dit jaar dat ik heb gespeeld: was Grand Theft Auto V. Premium edition met maar liefst 565 uur. Dus, uh, reken dat het uit. Dat is heel veel uren dat ik gegeven, veel uren dat ik gespeeld heb op GTA. Veel heights gedaan, veel, uh, veel contracts gedaan en zo en zo. Mm -hmm. En dan, je hebt aan je verzameling toegevoegd 66 nieuwe trofeeën. Check het trofeeënoverzicht die gaan we nu zien, want ja. Wat dat heb ik eigenlijk allemaal al gedaan dit jaar. Want er zijn heel veel andere games dat ik nog gespeeld heb. Maar minder dan zoveel uur voor eigenlijk in mijn topgame zou komen. Dus ja. FIFA is eigenlijk de game dat ik het meeste heb gespeeld de afgelopen maanden. Dus daarom dat ik ook 271 uur en 278 uur. Dus ja. Maar de meeste game... De, de game dat ik het meeste gespeeld heb is nog altijd Grand Theft Auto V. Ook met streams, ook met gewone video's, ook met gewoon buitenopnames door heb ik ook gespeeld GTA. Dus. Ja, deze was eigenlijk zo'n beetje mijn video van uh, dit jaar. Nee, van dit jaar. Van, van mijn wrap-up van dit jaar. Uh, Bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het leuk dat ik zo eens mijn wrap-up. Uh, wij jullie deelden. Like dan zeker deze video. Abonneren, beneden voor meer content. Um, ja, deze was dus eigenlijk mijn video voor de wrap-up. Um, ja, Sp PlayStation wrap-up. Uh, volgend jaar doe ik die video weer. ik die video weer, dus ja. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam is Anton Dillen. Ik zie jullie, guys. Volgende keer weer een nieuwe video. Jujo.